Wat gaat er als eerste in de koffer richting Frankrijk? Gewoon mijn iPad en zo, zodat je series kan kijken. Vind ik altijd wel fijn als je een beetje iets hebt om voor de afleiding, zeg maar. Heb je een relatie op dit moment? Nee. Nee, een zielige vraag. Ja, voelt dat zielig? Nee, het gaat wel door, jongens. Het gaat wel. Favoriete drankje? Ginger ale. Wel heel braaf, zonder alcohol. Ja. Hey, ik dacht dat Serena net langs liep. Dus... Die is er niet, dus nu echt? Nee, ginger ale, Serena. En als je gaat stappen? Een ginger ale, Serena. Een beetje gin, een beetje tonic. Ja, dat kan ook wel, ja. Je favoriete gerecht? Dat is moeilijk. Wat vind ik lekker? Ik hou wel heel erg van noedels, zeg maar, zo wok. Ik hou wel van wok. Kan je koken zelf ook? Nee, maar woknoedels krijg ik dan vaak nog wel voor elkaar. Daarom hou ik er heel erg van, denk ik. Omdat het makkelijk is. Dat het kan. Geen voetballer, wat was je dan geworden? Geen kok, maar wat dan wel? Geen kok, zeker geen kok. Ik zou graag in een bandje willen spelen of zo. Dat had ik wel leuk gevonden. En dan als zangeres, drum, wat kan je dan? Ik kan helemaal niks. Jij vraagt als het geen voetbal is, wat dan? Ik kan niks. Nee, ik kan een heel klein beetje gitaar spelen, dus misschien zoiets. Basgitaar of gewoon gitaar? Gewoon een gitaar, ja. Heb je ook een favoriete gitarist? Nee, niet per se eigenlijk. Ik hou wel van Eric Clapton muziek, maar die speelt zelf niet zo... Ja, wel een beetje trouwens, maar niet zo heel veel, ja. Beetje de klassiek toch wel? Ja, een beetje zo oud. Oude lullen muziek. Ja. Heb je een idool? Ja, Johan Cruijff. Ja, daarom speel ik met nummer 14. Ja, klopt. Wat is de beste speler van de Eredivisie bij de mannen? Ja, nu Frenkie de Jong, maar ja, die is natuurlijk weg straks. Maar ja, Frenkie, ja. Ja, waarom Frenkie? Ken je jezelf daarin? Nee, niet per se. Ik denk dat het een ander soort voetballer is, maar ik vind het heel mooi om te zien. Ik denk dat iedereen wel graag naar Frenkie kijkt. Een beetje een cliché antwoord natuurlijk, maar... Nee. Heb je een guilty pleasure? Ja, nou ja, de meiden vinden mijn muziek allemaal guilty pleasures volgens mij. Dus, maar dat zou dan een beetje zo Fleetwood Mac en zo zijn qua muziek. Maar dat is toch prima? Ja, ik vind dat ook, maar dat wordt niet helemaal geaccepteerd en zo in de kleedkamer. Dus ik mag nooit de muziek opzetten, laten we het daarop houden. Bad boy of ideale schoonzoon? Het is mijn ideale schoonzoon dan. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, het is makkelijker. Wat is het lelijkste tenue? Het lelijkste tenue? Oh, ik vind het, dat mag je eigenlijk helemaal niet zeggen. Hè? Krijg ik direct allemaal haatberichtjes en zo. Ik vind het nieuwe Juventus tenue heel lelijk. Sorry. Wat kijk je op Netflix? Ja, ik hou wel heel erg van thrillers en zo. Thrillers, series en dat soort dingen. Ja, vind ik wel heel erg leuk. De laatste serie die ik heb gezien is Quicksand. Die was wel heel goed. Dan nu toch nog even over het WK. Wat verwacht je ervan? nu al. Ja, ik vind het heel moeilijk om in te schatten, eerlijk gezegd. Dus ja, we hebben natuurlijk positieve ervaringen al gehad tijdens het EK. Dat ging lekker. Goed verhaal. Lekker spontaan. Lekker spontaan ook. Eens kijken wat ik eruit ga gooien voor clichés. Nog meer, kom op. Ja, maar het is een heel ander podium en zo. Dus, ja. Meer landen. Meer landen. Andere landen. Ja, andere landen, Amerika en zo. Dus nee, ik vind het echt, ik vind het oprecht wel heel erg moeilijk in te schatten... Ik ben zelf ook niet zo'n hele grote planner in dat opzicht. Dus we gaan gewoon zien hoe het gaat.